Onze gasten vandaag zijn Marijke Douw en Sander Bierkens. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse Eilanden is van mening dat alle ouderen de beste zorg en de meest liefdevolle aandacht verdienen. Ze zijn als zorgverlener gespecialiseerd in de niet-medische zorg, maar hebben wel een groot hart vol liefde voor ouderen. Klopt. Ja. Klopt, mooi hè? Welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Welkom. Jullie doel is om ouderen zo lang mogelijk en veilig mogelijk thuis te houden. Ik denk ook dat de meeste mensen dat graag willen. Maar wanneer is veilig? Wanneer is het nog veilig? Ja. Wat is veilig? Wat is veilig? Ja, als het nog verantwoord is om thuis te blijven. Ja, dan zeg je wat is verantwoord. Wij komen bij mensen om echt om de veiligheid te bekijken ook. En voor mensen te begeleiden in wat niet meer veilig werd voor hun. Dus wij helpen mensen om het weer veilig te maken thuis. Als het al een situatie is geworden die niet meer veilig was. Dus wij komen mensen thuis helpen daarbij. Gaan jullie dan bijvoorbeeld in huis rondkijken van dat kleedje, dat is gevaarlijk op de grond, daar kan je over struikelen, dat moet je weghalen of nou, dat, zijn dat wel, horpeltje, ja. Moet ik dat rekenen? Dat nou, we hebben wel een signalerende functie. Dus als wij bij mensen thuis komen voor begeleiding en mensen lopen met een rollator, kijken we wel of het in huis goed te doen is met de rollator. Dat ze niet tegen een kastje aanlopen of struikelen over het kleedje. Dat zijn wel signaleerde functies die wij naast de begeleiding die wij bieden wel altijd in de gaten houden. Maar betekent dat ook dat ze door die zorg die jullie ze gaan verlenen minder medische zorg nodig zouden hebben? Ja, je hebt als het welzijn, want ja, wij zijn welzijn gaat voor zorg. Dus als het welzijn goed is, is er vaak minder zorg nodig. Gaan mensen, als ze bijvoorbeeld heel veel alleen zijn of op zichzelf aangewezen, eerder kwakkelen, niet domme dingen doen? Of wat moet ja, je ziet het wel, minder goed voor zichzelf zorgen? Mensen gaan minder goed voor zichzelf zorgen. Je ziet het vooral aan eten, aan maaltijden gebruiken. Als mensen alleen zijn, is het vaak moeilijk om een maaltijd te bereiden. Soms kunnen mensen ook geen boodschappen meer doen om dingen voor de maaltijd te halen. En zijn dan vaak aangewezen op maaltijden die in huis worden gebracht. Maar dat kan wel in het magnetron worden, maar het eten op zich is ook weer een hele belevenis apart. En vaak zie je dan toch dat het niet opgegeten wordt of deels opgegeten wordt of het wordt overgeslagen. Omdat ze het gewoon vergeten. En vergeten. Of ja, geen trek ja, hebben. Geen trek hebben of is het niet gezellig om in je eentje te eten. Nee, daar weet ik alles van. Ja. Ik eet na ruim 20 jaar alleen en ik blijf dat een van de ongezelligste momenten van een dag vinden. Ja. Dat is absoluut waar. Maar heeft het dus ook misschien te maken dat het bijzonder is dat jullie langs, want jullie komen langs bij de mensen thuis. Ja. Jullie komen langs. Is het ook dat het heel belangrijk voor een heleboel mensen dat sociale contact er is? Dat ze weten, er komt vandaag in ieder geval iemand. Ja. Op een gegeven moment gaan de mensen natuurlijk uitkijken naar ons. En het is ook zo, wij doen zelf ook de intake bij de mensen. Dus wij gaan bij de mensen langs en gaan kijken waar liggen de knelpunten. Wat gaat er niet meer goed? Of met mantelzorgers bespreken van ja. Ja, maar mantelzorgers hebben. Heeft er niet iedereen heeft mantelzorgers. Nee. Klopt. En dan kunnen wij heel veel gaan bieden. We kijken wel als de mantelzorgers zijn van ja, waar lopen jullie tegenaan? Waar loopt het vast? En daar springen wij dan in. En op die manier komen wij langs. Maar wat wij wel bieden is dat wij met één begeleider, zeg maar, of één personeel van ons die bij u thuis komt, één caregiver noemen wij ze, caregiver, bij de klant komt. Een zorgverlener. Zorgverlener, ja, bij de klant thuis komt. Dus om ook een goede band met elkaar op te bouwen. Dus het is niet zo, de ene dag komt mevrouw A en de andere dag komt meneer B langs. Nee, het is altijd dezelfde die bij de klanten langskomen. Dus daardoor kan je ook met elkaar een band opbouwen. En zeker de mensen die niemand hebben, die kijken echt naar uit tot we weer komen elke dag weer. Ja, ja, daarom dacht ik, misschien is dat sociale contact, het weten dat er in ieder geval iemand langskomt. Klopt. Als ik hoor dat er ouderen zijn die 2 of 3 dagen met niemand een woord gesproken hebben, dan denk ik, hoe is dat nou mogelijk? Ik woon ook alleen.
Maar dan denk ik, hoe is het mogelijk dat je... Dan kunnen ze blijkbaar de deur niet goed meer uit. Ja. Ook dat, hè, want daar springen wij ook op in, dat je met ouderen een wandeling kan maken. Mensen die kunnen soms met een rollator moeizaam de deur uit. En je, nee, ook de zin gaat ontbreken, denk ja. ik. Ja. Want je moet je ervoor aankleden. En waarom zou je je aankleden als je toch alleen de hele dag thuis zit? Ja. Ja. Werkt dat, zo werkt, denk, klopt dat? Ja. Ja, we komen ook om een structuur te brengen in de dag. Want als je niks meer hebt om naar uit te kijken, dan is elke dag hetzelfde en dan gaat de energie eruit. En juist doordat wij komen, stimuleren we mensen weer om op pad te gaan. Of weer ook weer even op te frissen, make-upje weer op, gewoon er weer goed bij zitten, zeg maar. Nee, maar dat is dus, wat jullie doen is dan denk ik praktische hulp. Van we zullen ze dit of we zullen ze dat. Betekent dat dan ook dat er bij jullie tijd is voor een zomaar een gesprek? Ja, het zijn eigen... Stel dat je iemand aan mij aangeeft van nou, Rietje is toch wel erg vaak alleen hoor. Dan moet je toch eens langs gaan. En dan zal ik zeggen van ik heb helemaal geen hulp nodig, ik doe alles nog zelf. Maar ik vind het wel leuk om zo eens een gesprekje te hebben. Gaan jullie daar dan op in? Dat kan ook. Ja hoor, als mensen daar behoefte aan hebben, dan kunnen we daar ook aan de invulling aan geven. En veel mensen zijn eenzaam, veel mensen komen ook niet naar buiten en dan kun je langs gaan. En vaak zit er dan nog veel meer achter. Hè? Een gesprek dat komt, kan dan verder ook uitleiden naar een maaltijd of een eten of meer begeleiding, meer wat kleine dingetjes in huis doen. Dus vaak is het een veel grotere context. Maar je zegt die maaltijd, maar helpen jullie bijvoorbeeld ook bij het klaarmaken van een maaltijd dan? Is dat ook... Een van de dingen die jullie zeggen van, nou laten we het dan samen eens doen. Nou, blijft dan die hulpverlener, zegt hij, we maken voor ons samen een potje. Hoe gaat samen dat? Koken, samen de inkopen doen, bij voorkeur dan. Want ook de inkopen doen, dat is ook voor mensen vaak heel leuk. Want dan zien ze weer bekende uit de omgeving. Ze maken weer een praatje. Het is gewoon een uitje, denk ik. Dat is een uitje. Uitjes zijn dan heel kostbaar, ja. En dan samen wat koken, de aardappels schillen en een eenvoudige maaltijd maken. Maar ook erbij zitten als het gegeten wordt, om dan niet samen eten, erbij zitten dat er gegeten wordt. Ja, maar voor ik je meeprikken zou ik zeggen, dat kan wel. Ja, omdat ik denk dat dat ook stimuleert. Als ik zou moeten gaan zitten eten en die ander kijkt toe terwijl ik zit te eten, zou het toch heel ongemakkelijk worden. Nee, we moeten wel een beleving van maken. Ja. Tafeldekken, dat is heel belangrijk. Weer even, een beetje tafeldekken en gewoon weer een beetje dat soort dingen. Ja. Jullie doen ook bijvoorbeeld dingetjes om in en om het huis. En dan denk ik, wat licht huishoudelijk werk en de wat zwaardere taken. Stofzuigen, ramen zemen. Nee, we zijn geen huishoudelijke hulp. Nee, dat zijn we absoluut niet. Geen schoonmaakbedrijf. Nee, maar dat dacht ik. Hè? Ja, want dan wordt er waarschijnlijk heel makkelijk een vorm van misbruik van jullie gemaakt. Ja. Nee, we zien het eigenlijk dat de huishoudelijke taken, zeg maar, als je bij iemand komt en er valt iets om, dan laten we dat niet liggen. Of we komen bij iemand thuis en... Het bed is nat, omdat mevrouw of meneer incontinentie heeft. Dan gaan we wel dat bed verschonen. Wij komen daar niet alleen maar om die taken te doen. Maar dat hoort wel bij. Want als wij bij onze moeder komen of dan pak je dat soort taken ook op. Je laat mensen niet in het vuil zitten. Nee, dan moet denk ik dan terug aan mezelf. Ik heb 4 jaar terug heb ik een aanval van spierreuma gehad. Hè? Ik was echt, ik kon niet voor of achteruit. En ik had het in die dagen, die eerste paar weken, toen het zo vreselijk hevig was, had ik het heerlijk gevonden als er iemand langs was gekomen, die had gezegd, het was ook onvoorstelbaar heet. Wat heerlijk had ik het gevonden als dan iemand had gezegd van, kom je bed een keer verschonen. Ja. Of zal ik nou die wc eens voor je doen, of wil je dat aanrecht eens opgeruimd hebben. Dat waren dingen waar ik toen die paar weken niet zelf toe in staat was. Nee. Pakken jullie dat dan wel op aanvankelijk of ook niet? Dat is echt meer huishoudelijke... Nee, maar dat was even. Het was het was niet iets blijvends, hè? Nee, maar dat toch niet. Hè. Het is anders als je bij iemand bent en je zet even in de keuken de aanrecht, maak je even schoon met een doekje. Hè, zoals je dat thuis ook zou doen. Maar het is geen ramen lappen en badkamer schoonmaken. Dat vind ik weer hele grote klussen. Ik heb echt op dat moment, dat je even in aanvang misschien voordat de andere hulp komt... Nee, we gaan echt voor de begeleiding bieden en ook voor langdurige relaties opbouwen. Ja, want wat jullie ook doen, dat noemen jullie met gezelschap. Ja. Hè? Het stimuleren van het samen zijn met anderen. Ja. Ze aanmoedigen en daarbij te helpen. Ja. Gaan jullie dan kijken, wat is er in Middelharnis, Sommelsdijk, Goede Reden, Oudorp, weet ik het, waar je woont. Wat is daar aan activiteiten waar meneer of mevrouw naartoe zou willen?
bij ze kunnen aansluiten. Ja, naartoe ze willen, naartoe ze kunnen. Hè. Je gaat er toch vanuit, niet wat de ouderen niet meer kunnen, maar alles wat ze nog kunnen, dat gaan we zoveel mogelijk stimuleren en mee aan de gang. Je hebt eigenwijze, hè? Ik niet. Ja. Ik doe dat allemaal niet. Nee, dat is... Dat komen we tegen. En nagelang wat vaker binnenkomt, de caregivers wat vaker binnenkomen, zie je dat toch dat er een relatie ontstaat. Vaak is het ook het afwijzen van angst en het onbekende. Ja. En dan gaat het ineens, dan is die klik er en dan gaat het heel goed. Dan gaan mensen bijvoorbeeld hun zoon opzoeken, rijden ze mee om op zoek naar familie te gaan, op bezoek naar familie, dat soort dingen. Wat is jullie ervaring? Want ik heb dus zelf ook in het verleden bepaald vrijwilligerswerk gedaan. En mijn ervaring was destijds, die mochten alleen het ziekenhuis uit als er hulp was. Als er een vrijwilliger, een buddy was. En dan kwam ik ook vaak ergens. Dan werd er gezegd, nee, echt niet. Echt niet. Oké, als jij er bent, mag ik het ziekenhuis uit. Maar zodra ik thuis ben, dag. Ja. En dan zei ik, geef me nou 6 weken. Geef mij nou 6 weken om wat op te bouwen samen. Ja. En dat lukt dan. Gaan jullie daar ook, staat er een periode voor, zeggen jullie van? Nou, ten eerste werken wij niet met vrijwilligers. Maar ze zijn nee, maar bewijzen voor degene die er komt. Of die 6 weken... Nou ja, dat jullie stimuleren van, meneer, mevrouw, geef me nou even. Wees nou niet zo... Dat is een kwestie van een band opbouwen. Ik zeg altijd, de eerste keer zeggen ze, oh ja, er komt iemand. De tweede keer is er, nou, oh ja, die komt weer. De derde keer, oh ja, die komt. En de vierde keer zitten ze op je te wachten. En zo gaat het eigenlijk, we gaan dat ook langzaam doen. We komen niet de eerste week al gelijk om 10 uur per week binnen. Want dan overval je iemand. Nee, je gaat langzaam opbouwen, uur voor uur erbij. En op een gegeven moment zitten ze naar je uit te kijken. En dat heeft echt wel wat weken nodig. Maar dat is een kwestie van opbouwen. Hoeveel uur gemiddeld zijn jullie, of hoeveel uur kun je er gebruik van maken? Ja, dat is heel verschillend, want het wordt betaald vergoed vanuit verschillende partijen. We hebben wet langdurige zorg. Daar komt dit, hè? Ja, dat klopt. Dat is nieuw, hè? Ja, dat is nieuw. Ja? Ja, er zijn verschillende manieren. Dus wet langdurige zorg is eigenlijk mensen die een indicatie hebben gekregen met het doel uiteindelijk naar het verpleeghuis te gaan. Maar die periode tot het verpleeghuis zitten ze nog thuis. En daar ligt eraan hoeveel tijd daar nog over is uit de indicatie. Want meestal hebben mensen al een stukje persoonlijke verzorging thuis, hebben wat huishoudelijke hulp thuis. En het budget wat eigenlijk over is, kunnen wij dan gaan gebruiken voor de begeleiding. Dus dan kijken jullie gezamenlijk van, er zit nog zoveel in die pot, dat betekent zoveel uur hulp. Ja. Kunnen wij daar tegenover stellen? Ja. Heeft dan de cliënt voor het zeggen, dan wil ik hulp in de vorm van dit of de hulp van dat? Of zeggen jullie nee, dat is wat u nodig hebt? Nee, dat wordt natuurlijk samen met de klant gekeken. En er zit vaak al persoonlijke verzorging in. Maar de begeleiding nog niet. En dan komen we met begeleiding daarbij. En dat is altijd een overleg met de klant, of in ieder geval met familie. Om te kijken, jullie hebben maar steeds over die mantelzorgers. Hè? Terwijl ik toch echt van mijn leeftijd mensen ken die werkelijk geen mantelzorgers hebben. Ja. Het paardje waar ik aan woon, dat zijn allemaal mensen van mijn leeftijd. Ja. Zonder kinderen of kinderen die ver weg wonen. Ik kan mensen van mijn leeftijd, dat kunnen niet mijn mantelzorgers gaan worden. Nee. Of ik voor hun. Nee. Ja, en dan zijn het veel ook via huisartsen, via kennissen of andere familieleden, dat er toch een beroep wordt gedaan op ons om te zeggen, nou, die mevrouw of die meneer heeft hulp nodig om die en die reden. Mensen die bekend zijn met dementie, die krijgen een case manager aangewezen tegenwoordig. En die case manager houdt de regie over die persoon met dementie. Die regelt de zorg, die gaat kijken wat nodig is. En die constateert bijvoorbeeld ook op een gegeven moment van, volgens mij, meneer of mevrouw heeft zich toch al een aantal dagen niet gedoucht. Ja. Dat soort dingen, persoonlijke verzorging, daar letten jullie dan op. Ja. Wordt er door jullie ook gedoucht? Ja, wij doen een klein stukje persoonlijke verzorging, als er maar geen medische kant aan zit. Dus als nee, want dan komen we weer dan bij... Dan komen we bij Kuurmaar of andere... Nou ja, dat is iets nieuws. Ja. Toen wij die afspraak maakten, dat u zou komen, toen was dat nog niet. Nee, klopt. En dit is nu, las ik vorige week, 14 dagen terug. 1 november. Zie je, kwam ik dit tegen, dacht ik, hé, dat sluit aan bij ons onderwerp. Ja. Dus dan gaan zij... Dus wat de wijkverpleging doet, zeg maar, de wijkzorg, hè, dat is iets waar wij, een grens die wij niet overgaan. Maar er zijn en die schakelen jullie dan ook in?
Als jullie bij iemand thuis komen, je merkt van dit of dat gaat meneer, mevrouw douchen niet meer helemaal. Of het, ja. Dan schakelen jullie kuren maar in. Ja. Ja, dat is de samenwerking. Ja. Tot op zekere hoogte kun je natuurlijk iemand begeleiden om te gaan douchen. Je hoeft er niet bij te zijn, maar als iemand meer hulp nodig heeft en het wordt intensiever, dan is het in principe eigenlijk voor de wijkzorg om dat te doen. Ja, ja, hoe weet je of iemand... Nou, ja. Ja, er zijn altijd grensgebieden, hè? Ja. Ja, ja. Ja, als ik zeg van ik heb heel die douche niet nodig, ik was me... Vroeger deden we het ook aan dat... Aan een lavet. Aan het lavet, ja. Aan het aanrecht, wat ik het... Nee, maar zo is het toch. Ik bedoel, het lijkt me zo ontzettend moeilijk om... Het lijkt me heel moeilijk om daar binnen te komen. Ja, maar als je binnen bent gekomen en de band is opgebouwd, dan krijg je heel veel voor elkaar. En dat is een van onze functies. Ja, dag- en nachtverzorging heb ik staan. Ja. En dan denk ik, dat is, ja, misschien heb je iemand net verschoond. Je kunt iemand net verschoond hebben en je loopt de deur uit en het gaat fout. Ja, klopt. Dan moet je wachten tot de volgende morgen. Of komt er in de nacht nog iemand langs? Of... Wij zijn geen service die 's nachts zomaar even komen kijken. Waar wij wel voor gevraagd worden is zeg maar een nacht bij iemand te zijn. We hebben echtparen waarbij de man dementie heeft en heel onrustig is. En dat de vrouw dan zegt van dan kunnen jullie een nacht komen dat ik eens een keer een nacht door kan slapen. Maar dat wordt niet regulier één nacht in de week, dat is dan een keer een nacht? Dat kan, ja. Dat kan afgesproken worden. Of één keer in de week een nacht. Ja, daar moet ook weer een budget voor zijn. Ja, ja. Want als dat mij, nou ja, ik heb, nee, dus niet de iemand die niet naar geen gebruik gaat maken van de WLZ, die niet opgenomen gaat worden, gewoon nog thuis, die moet dan een persoonlijk budget, die moet het zelf gaan betalen. Dat kan. Het kan ook op particuliere basis ingekocht worden, zeg maar. Nee, maar bijvoorbeeld gewoon. Dus geen WLZ. Wie gaat dan die kosten betalen? Of de gemeente. Dat kan ook, via de WMO. Maar wie gaat daar naartoe? Wie kaart dat aan bij de WMO? Nou, wij gaan sowieso op intakegesprek bij de klanten. En dan gaan we kijken welke hulp is er nodig en uit welke weg kan dat gefinancierd worden. En daar begeleiden wij de klanten bij om die aanvragen te doen. En gaan jullie dan mee naar de WMO? Of regelen jullie iemand van de WMO een afspraak met iemand van de WMO die daar naartoe gaat? Ja, of met de kinderen. Ja, wij hebben toch eigenlijk. Wij mogen eigenlijk niet bij het keukentafelgesprek zijn, omdat wij een partij zijn. En, jullie zijn belanghebbenden, als het ware. Omdat je een service, een dienst verleent. Ja, dus de klant gaat met de gemeente het keukentafelgesprek aan, waarbij dan wordt gekeken welke zorg nodig is. En het wordt teruggekoppeld met hoeveel uren wij kunnen bieden aan zorg. Ja, maar jullie komen iedere keer met die familie, dus of wat dan ook, die mantelzorgers. Ik ga er echt van uit, geen mantelzorgers. Mantelzorgers, dan denk ik, dan zit je misschien nog gebakken. Dan is er, zijn er mogelijkheden. Ik heb meer het idee van, het moet vreselijk zijn als je geen mantelzorgers om je heen hebt. Of zoals bij mij op dat paardje, je kunt elkaar geen zorg verlenen. Nee. Nee, en dat is voor ons het moeilijke punt om die mensen in beeld te krijgen. Want dat zijn vaak ook de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Maar als we ze niet in beeld krijgen, dan... Via huisartsen, via de praktijkondersteuners van de huisartsen. Soms komen ze toch via de wijkzorg weer in beeld. Of buren die bijvoorbeeld zeggen van die mevrouw achter mij, dat gaat toch niet helemaal meer klopt. Goed. Ja. Ja, even kijken hoor. Oh ja, nee, ik had nog weer over die Alzheimer. Iemand met Alzheimer, daar hadden jullie er straks toen we even in het voorgesprekje, toen zeiden jullie van, daar moet extra zorg aan verleend worden. Maar dan denk ik, die zijn altijd gevaarlijk. Overdag, je weet nooit wat ze gaan doen. Je kunt ze moeilijk de deur afsluiten en zeggen de volgende hulp komt om 3 uur, als het 's morgens 10 uur is. Hoe regelen jullie dat dan? Ja, wordt er dan een cameraatje geplaatst? Of, ja... Tot de mogelijkheden die we hebben. En de Alzheimer, de ernst daarvan wordt natuurlijk gekwalificeerd door de case manager dementie in een bepaalde categorie. En aan de hand daarvan wordt ook een zwaartepakket toegediend. Het aantal uren wat iemand kan krijgen voor begeleiding of ondersteuning. En dat wordt dan ingevuld, dus daar waar het nodig is. Maar er moet dus eigenlijk altijd eerst een case manager, iemand... Die de zaak bekijkt, een case manager, die moet er als eerste in feite naartoe. Daar waar sprake is van dementie, ja.
Maar niet alle mensen met dementie hoeven direct hulp te krijgen. Er zijn ook mensen met dementie die heel rustig zijn, die geen wegloopgedrag hebben, maar die eigenlijk wel gewoon taken die je benoemt opvolgt. Ja, wat u bijvoorbeeld ook al nemen. Ook, ja, oh, dat je bijvoorbeeld dat ze via een briefje of zo. Nou ja, dat nee, maar ik dacht ook wat u zei van met eten, dat ze eten vergeten. Ze vergeten een pannetje aan te zetten, vergeten dat het pannetje bakt aan. Ze vergeten de ijskast, de dingen over de datum die erin staan. Ja, of ze vergeten dat het eten in de koelkast staat. Ja, de koelkast staat. Dat soort kleine dingen die maken het leven niet bedreigend, maar wel rommelig. En vaak ziet familie... Maar heel onplezierig ja, ook. En onplezierig, ja. Hoe ver gaat die hulp? Komt er een moment dat jullie zeggen van, hier stopt het voor ons. Dit is onze limiet. En nou moeten er andere maatregelen genomen worden. Misschien niet eens de WLZ, want het kan ook gewoon zijn iemand die flink op leeftijd is. Ja. Wat dan? Ja, als het echt medisch gaat worden, dan houdt voor ons de zorg op. Nee, misschien niet eens medisch, maar steeds moeilijker lopen. Die rollator gaat steeds moeilijker en het wordt steeds moeilijker. En de deur uit wil ik ook echt niet meer. Ja, dan met een rolstoel. Onze medewerkers worden ook getraind, krijgen toch een persoonlijke verzorgingstraining, waarbij ze transfers leren vanuit bed naar rolstoel, hoe we daar mee omgaan. Oh, dus dat is wel gedekt. Het zijn eigenlijk gediplomeerde hulpen die jullie hebben. Het zijn geen gediplomeerde hulpen. Het zijn mensen die heel erg graag in de zorg willen werken en dat eigenlijk niet kunnen omdat ze ongediplomeerd zijn. Maar bij ons hebben ze geen diploma's nodig, maar wel die wil en die liefde. Over. Ja, ja. Ja. Een groot hart. En dat zijn een grote groep mensen die dat graag willen doen. Als er geen potje, geen verzekering is die het betaalt, dan moet het particulier. Ja. Wie? Ja, gaat dat naar mijn inkomen? Wie bepaalt wat er betaald moet worden? Welke hulp je vraagt, hoeveel uur je vraagt. Dus het is gewoon een uurtarief. Maar ik moet wel bij zeggen, elke Nederlander heeft recht op een bepaald potje. En als ik ook? Ja, als je hulp nodig hebt, dan kunnen we dat bekijken. Maar iedere Nederlander heeft recht uit een vergoeding uit een potje. Okay. En het is voor ons wij gaan kijken welk potje dat is. Daar gaan jullie naar kijken. Ja. Dan. Ja. Ik zou dat eerlijk, ik zou het niet want weten. Veel mensen denken van dat het een particuliere instantie is, maar juist niet. Want wij willen echt kijken waar nee, maar kunnen het moet wij gewoon betaald worden. Ja, het moet betaald worden, ja. Dank voor jullie komst. De tijd zit er echt op. Heel veel succes met jullie werk. Ja. Ik hoop er nog dankjewel. Lang geen gebruik van te maken overigens. Okay. Blijf nog even zitten, dan sluit ik af. Dat was het weer voor deze week. En volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En voor altijd terug te zien is deze uitzending via www.huiskamervanvlakke.nl en op mijn eigen Facebookpagina. Graag tot de volgende week weer. Dag hoor.